Ja, dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mindset Monday van de Topsport Community Podcast. En zoals gewoonlijk zit bij mij aan de virtuele tafel Jackie Reardon, high performance adviseur, om ons weer van advies te gaan voorzien hoe we onze mindset kunnen verbeteren en weerbaarder kunnen maken met vriendelijkheid. Jackie, welkom. Dankjewel, Gerard. Superleuk om terug te zijn. Jackie, kun je nog eventjes voor de luisteraar waarvan het even is weggezakt, in grote lijnen vertellen waar we mee bezig zijn geweest? Heel graag. Begint met je mindset met een keuze. Verhaal denken of actie denken. Liever actie denken, maar als je in verhaal denken bent, is helemaal niet erg. Goed dat je het weet. Ja. Daarna gaan we naar self-management en concentratie. De vogel. Je wil vliegen. Dus je hebt goede self-management nodig, maar je moet ook weten waar je aandacht wilt hebben. En waar wil je aandacht hebben? Niet de hele tijd in je hoofd, maar vooral in gevoel. En gevoel kan je tastbaar maken door instrumenten in te zetten, zoals trigger words, spierspanning, ademhaling, visualisatie, muziek, geluid, etc. Dat is wat we tot nu hebben gedaan. En vandaag is een superleuke dag, want wat we gaan doen, is we gaan visualisatie echt voelen en ook proberen tastbaar te maken. Dat gaat lukken bij sommigen en anderen zullen wat vaker moeten oefenen. Ik weet wel, toen ik een jonge topsporter was en altijd op zoek was naar verbeteringen en mogelijkheden om te verbeteren, kwam uiteraard ook het onderwerp visualisatie aan bod. En ik weet nog wel dat ik op televisie toen een aflevering, volgens mij was bij de Wereld Draait Door, zag. Waarin de bekende schaatser, nou kan ik even niet op zijn naam komen, Erben Wennemaars. Die werd gevraagd om live een visualisatie te doen op televisie van zijn afstand. En die duurde 30 seconden meestal. En de presentator, Matthijs van Nieuwkerk, die start de timer en hij gaat. Je ziet hem in zijn ogen dicht doen en je ziet hem zelfs bewegen. En hij is een klein beetje. En de bocht gaat hij in. En andere bocht gaat hij in. En ze drukken op stop. En het was exact de tijd, bijna op een 100ste seconde van wat hij zei. En zei Matthijs, hey, dus 100ste van een seconde zit je ernaast. Hè? En zeiden, maar dat kwam omdat ik net in die bocht net eventjes mijn voet verkeerd zet of zo. En toen zat ik, Oké. Als je zo kan visualiseren en zo je race kan voorbereiden al voordat je hem eigenlijk hebt gedaan, dat moet wel krachtig zijn. Maar ja, hoe ga ik dat doen? Ja, nou moet je nagaan. Dat is ook een van mijn favoriete filmpjes die ik laat zien. Ik zag het bij Mart Smeets, gek genoeg. Het was degene, misschien heeft hij het ook bij Matthijs gedaan. Dus zijn party trick. Precies. Nou, het is veel meer dan een party trick. Het is iets die hij ons gunt en met ons deelt. Want iedere persoon kan dit doen. En dit heeft, met respect naar Erben, niks te maken met schaatsen. Dit heeft te maken met hoe wil ik mijzelf aansturen en wat zie ik voor me en hoe ga ik dat bereiken? En dat is het allerleukste wat er is in het leven wanneer je dat soort dingen gaat oefenen. Dus laat ons allemaal verschillende voorbeelden nemen van visualisatie, zodat mensen begrijpen dat dit gaat niet alleen maar om topprestaties in sport, maar topprestaties thuis en topprestaties op kantoor. Want wat is visualisatie? Het is het maken van de toekomst zoals je graag wilt dat het eruit ziet. Maar het is niet alleen maar dat. Het is ook durven je angsten in te zien. Dat doen mensen bijna nooit. Dus wat we gaan doen, is ik ga nu alvast een oefening voor jullie structureren, waarin jullie oefenen met visualisatie wat een angst is en dat je het ziet en dat je daarna weer snel terugkomt en dan gaan we een nieuwe toekomst creëren waarin er geen angst is, maar gewoon duidelijk een beeld van zo wil ik dat het eruit ziet. En ik zou voorstellen in deze periode dat we juist deze tijd gebruiken. Want we weten niet hoe de wereld eruit komt te zien. Dat weten we niet. En sommige van de luisteraars die zijn in een hele, ik word er emotioneel van als ik eraan denk eerlijk gezegd, Robert, zijn echt in een hele zware situatie. Iets die jij en ik in onze bevoorrecht leven nauwelijks kunnen voorstellen. Mensen hebben niet te eten. Ze hebben geen zekerheid. Hoe kunnen ze ooit in hun mind daar wegkomen van die angsten? Nou, ten eerste, het is logisch om angsten te hebben. En die kan je ontarmen
En die kan je ook gebruiken om een nieuwe visualisatie te maken. Dus wat ik iedereen wil vragen, ben je een auto of de fiets, doe het alsjeblieft niet met je ogen dicht. Is je ogen dicht te doen en ik ga jullie door een visualisatie nemen voor 30 seconden waarin we angst gaan ontarmen en zien. Mm-hmm. Okay? Dus iedereen doet nu zijn ogen dicht en ik praat je er doorheen. Dit gaat heel lang duren. We hebben geen idee of we ooit weer een normale economie hebben. We zijn zoveel geld kwijt. We zijn onze zekerheden kwijt. Sommigen van jullie zijn je baan kwijt. Het is diep verdrietig. Het allerergste is, sommigen van jullie zijn ook nog lieve mensen kwijt om je heen. Of je kan ze niet zien. Dat is heel angstig. Ga naar die angst toe en voel die angst van de onzekerheid. Dat je helemaal geen idee hebt van wanneer dit beëindigt of hoe het beëindigt. Voel het. Voel die verdriet. En voel die angst. Het is normaal. En nu stop en doe je ogen open. Adem heel diep in en heel diep uit. Schud die spanning van je af, die normaal was dat je dit soort gedachten hebt soms. Het zou heel raar zijn als je het niet hebt. Maar nu realiseer je dat je een keuze hebt in hoe je dingen creëert. En wat je gaat doen is, je doet je ogen dicht. Ik ga je er weer doorheen praten. En daarna laat ik je 30 seconden alleen hebben. Dus de eerste 30 seconden praat ik. En daarna is het 30 seconden stilte. De eerste 30 seconden gaan nu in. Ik zie voor me dat deze tijd van bezinning voor iedereen een enorme bewustwording brengt. In hoe we vriendelijker kunnen zijn met elkaar. En hoe de aarde echt kan veranderen. En hoe er meer opportunities kunnen komen vanuit dit. Ik ben realistisch. Dus ik weet dat dat lang kan duren. Maar ik vind dat helemaal niet erg. Want ik voel dat ik tijd heb om te herstellen. Ik maak tijd voor mijzelf om mijn brein te trainen op een manier dat ik constant in actie denken ben. En de volgende 30 seconden is voor jou. Hoe ziet het eruit? Hoe is je leven? Wat zijn de opportunities? Hoe wil je je werk zien? En maak het mooi. Maak het iets dat je nooit hebt kunnen bedenken. Hoe gaaf dat eruit zal zien. En maak het ook realistisch. Dit kan je. Blijf met je aandacht naar de toekomst, hoe je wilt dat het eruit ziet. Wees blij. Voel het. Oké, dat waren twee visualisaties. Govert, ik ben reus benieuwd hoe jij dat hebt ervaren. Nou, die eerste, daar merkte ik duidelijk een zwaar gevoel. Daar werd ik in mijn stoel gedrukt. En mijn armen werden ook slap. Dus ik kreeg echt geen zin om actie te ondernemen. En het voelde heel zwaar op mijn lichaam. De tweede was het meteen anders qua gevoel. Omdat je daarin voelde dat het drukkende gevoel was veel lichter. En je kreeg daardoor dus ook zin om dingen te gaan ondernemen en actie te ondernemen. Dat was het duidelijke gevoel wat ik had. En ik kreeg er meteen een soort van meer glimlach. Ja, en voor sommige luisteraars, die zullen dat ook gevoeld hebben. En voor andere luisteraars, en dit is heel belangrijk mensen wat ik nu zeg, het kan zijn dat je niet uit het gevoel kan komen van de eerste visualisatie. En als dat zo is, dan stuur ik je nu bij deze heel veel goede moed en energie. En ik verzeker je dat als je blijft oefenen, en doe het anders met je ogen open of schrijf dingen op met visualisatie van hoe je wilt de dingen eruit zien te komen, dat je daar beter in zult worden. Alleen je zal wel doorzettingsvermogen en discipline moeten tonen. Dus natuurlijk is het logisch dat we naar angsten toe gaan op dit moment in de geschiedenis van de mens. Laat ons eerlijk zijn. Dat is oké, af en toe daar naartoe niet vechten. Bewust worden, oh, dat is wat ik doe. Niet lelijk worden, bewust worden.
Ja? Het is een bewustwordingsproces wat we doen. En dan schakel je, weet je wat? Ik ga nu heel bewust een oefening doen van hoe ik wil dat het eruit komt te zien. Nou, ik zal je vertellen, ik zweer het je. Toen ik dit eerst deed, was ik zo bang, dat kan ik je niet vertellen. Want mijn wereld was, ik had een hele gave levensstijl, ik had een tennisreizenbedrijf, ik reisde met mensen over heel Europa jarenlang. Maar ik vond het niet bevredigend genoeg, ook al was het succesvol op dat moment. En ik wilde eigenlijk veel dieper gaan met mensen en veel meer kennis delen over hoe je leven kan creëren, zodat het on fire is. Maar ik was daar zo bang voor en ik dacht, ja, maar misschien faal ik of misschien kan ik dat zelf niet. En iedere keer dat ik probeerde dat te creëren in my mind, dat ik met waanzinnige performers zou werken en mooie mensen, werd ik gewoon bang. En ik dacht, ja, dat is helemaal niet waar, dat kan je helemaal niet, Jackie. Maar kijk waar ik nu ben. Iedereen kan dit leren. Iedere mens heeft dit grootheid in zich. En ik ben zo blij om dit met jullie te delen, want ik zweer het je, als je dit blijft oefenen, niet als je het niet oefent, weet je, als je gewoon lui gaat doen en gewoon denkt van ja, 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 en constant kritisch, ja, dat werkt gewoon niet. Of niet minstens de manier waarop ik train. Misschien moet je een heel andere training doen. Dat kan ook heel goed. Want er zijn zoveel manieren. Waardoor ik visualisatie redelijk tastbaar kreeg voor mezelf, was allereerst dat ik zag dat alle andere sporters het deden. Dus dat was voor mij een heel bevestigend gevoel van oké, zij, al die bekende atleten die doen het allemaal. Maar iemand zei later tegen mij van ieder ding, als jij nu om je heen kijkt, ieder ding is ooit begonnen als een visuele gedachte in iemands hoofd. Dus de tv, de iPhone waarop je nu luistert, de fiets waarop je misschien nu rijdt, was eerst een visueel idee in iemands hoofd voordat het fysiek kon worden. Maar daarvoor moest hij wel heel goed eerst in zijn hoofd hebben uitbedacht hoe die fiets en hoe die iPhone eruit ging zien. En dat is dus de eerste stap richting het fysiek maken van jouw doelen. Ja, en dan veel mensen gaan zeggen, maar dit is gedachte en niet gevoel. Lieve mensen, een visualisatie is een heel andere vorm van gedachte. Het brengt de juiste gevoel. Dus daarom noem ik dat gevoel. En wil je die rust gaan vinden, raad ik altijd meditatie aan. Want heel vaak wanneer we visualiseren, komen er veel te veel andere dingen bij die niet zo behulpzaam zijn. En meditatie brengt een diep innerlijke rust voor dat. Maar dat is voor een heel andere dus podcast. Volgende podcast gaan we daar nog verder op in. Want ik denk dat dat ook een onderwerp is waar heel veel mensen vragen over hebben en twijfels over hebben. Voor nu, Jackie, kun je een hele korte samenvatting geven van wat we net gedaan hebben? Een visualisatie is vooral, naar mijn mening, belangrijk om niet weg te gaan van de angst. Die moet je eerst in zijn ogen kijken. En zeggen, it's okay. Ik ben niet meer bang voor jou. Jij bent er en dat is normaal. Alleen wat ik wil en dan ga je creëren. Maak het specifiek. Zie wat voor kleding je aan hebt. Weet precies wat je aan het doen bent. En dat verandert. Wees niet streng met jezelf. Wees creatief. Oké. Jackie, volgende week, weet je al wat we dan gaan doen? Ja, wat weerhoudt ons om dit eigenlijk te doen? Om ons bereid te trainen. Want we willen het vaak wel, maar inderdaad, we doen het dan weer niet. Dat is een grote stap voor veel mensen en voor iedereen eigenlijk, voor mijzelf ook. Dus ik ben heel benieuwd wat je dan gaat zeggen, Jackie. Ik zie jou volgende week weer terug. Ja. Ik verhoog me erop. Dankjewel, yes, Govert. Bye.